Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Kijkers Botlek TV, afhankelijk van wanneer u kijkt. Leuk u te zien. En dit keer niet in Spijkenisse of in Hoogvliet, maar in Portugal met dubbel A. Want anders had het zonnetje geschenen achter me. En wij hebben zometeen een gesprek met iemand uit Portugal. Dat zal u niet verbazen. Dit is de eerste aflevering van de serie Iemand uit Portugal. En we hebben het over Kees Pronk. In deze omgeving heeft deze man eigenlijk geen aankondiging nodig. Maar voor de mensen van hier buiten waarschijnlijk nog wel. En dat gaat hij zelf doen. Maar wij praten met hem aan de hand van dit boek. Mooi boek, goed vormgegeven, De Laatste Treden. En als rode draad loopt het verhaal van Kees Pronk door dit boek en door deze aflevering. Wie is Kees Pronk? Ik ben Kees Pronk. Ik ben geboren in Rotterdam West, om precies te zijn in de Balkenstraat, vlakbij Sparta. En dat was in 1947, op 30 maart. Een half jaar heb ik daar mogen profiteren. Dat weet ik natuurlijk helemaal niet meer. Maar mijn moeder is van hetzelfde jaar op 14 november overleden. En aan keelkanker. En er komt nog heel iets triest bij. 13e was ze ook nog jarig. Ze is 38 jaar geworden. En daarna ben ik bij diverse familieleden ondergebracht. Want ja, mijn vader, ik heb dan een vader en een zus. En die zaten allebei met werk. En toen werd ik bij een oom verplaatst in de Bergslaan, Rotterdam-Noord. Daar heb ik 10 jaar van mijn leven heb ik daar gewoond. Toen ben ik bij mijn vader en mijn zus weer komen wonen. Dat was in Rotterdam-Kralingen. Daar werkte ik bij een Koppenol, dat is een banketbakker geweest, 30 jaar. En daarna ben ik het onderwijs ingegaan op de Vaan, later het Zuiderparkcollege. En ja, daarna, de laatste 5 jaar, heb ik praktijkonderwijs gedaan in Rotterdam-Zuid. Kees, dat was grote stappen snel thuis, hè? Van 0 naar 74. Dat is flink accelereren natuurlijk in een paar minuten tijd. Tussentijds is er enorm veel gebeurd. Met jou, om jou heen, in je eigen omgeving, je familie. Maar ook ontzettend veel leuke dingen mogen doen. Ik ken je van vroeger, van de radio, van toen heette het nog Studio West-IJsselmonde, als ik het goed heb. In het begin heette het Rosa Radio, Radio Omroep Stichting Albrandswaard. Dus in 1990 is het officieel begonnen en in 1990 ben ik er ook bij gekomen. En daarna diverse namen, zo Studio West-IJsselmonde, noem maar op. Nou heet het RTV Albrandswaard, dus ook alweer 30 jaar geleden ook. Ja, het gaat hard, hè? Met de Zeskamp, de Polder Survivals in Hoogvliet was je bij betrokken. Maar als u goed kijkt, dames en heren, kijk maar eens even naar die neus en naar die ogen. En ziet er dan een baard omheen en een grote mijter. Dan ziet u Sinterklaas. Want Kees, jij bent toch jarenlang de Sinterklaas hier in de regio geweest, hè? En je doet het nog steeds, hè? In Charloes? Ja, Rotterdam-Charloes. Ik zit natuurlijk de Roonse Comedie, die toneelgroep. Toen repeteerden we in het Clemenshuis in Rotterdam-Zuid. En toen werd de Sinterklaas die altijd meedeed voor Charloes. Die zaten zo omhoog, die kon een keer niet. En toen werd aan mij gevraagd, Kees, wat denk jij ervan om een keer dat te doen? Ik zei, nou, wil ik wel eens even kijken hoe dat allemaal geregeld is. Maar dat is, ja, dat heb ik 30 jaar gedaan. En dat was zo ontzettend leuk. Met de boot aankomen op Charloes, op Charloes Hoofd. En dan met een rondtour, of het nou een paard of in een koets was. Of nou, noem maar op, in een bus. Ik heb het ontzettend altijd aan mijn zin gehad. Ja. Nou, dan doet u even uw ogen dicht. En dan denkt u aan Sinterklaas. En dan hoort u de stem van Sinterklaas. Dag Sinterklaas, goeiedag. Welkom hier terug in Portugal. Zijn er nog stoute kinderen in uw boek? Nou, er zijn altijd wel stoute kinderen geweest natuurlijk. Want als ik iemand, als ik thuis kwam, keek ik even de kamer rond. En dan zaten er best wel naast kinderen ook wel leuke dames. En die wilde ik ook wel eens een keertje trippeltrap op mijn schoot laten. Nou, Sinterklaas, er is maar één
stout kind. En dat bent u zelf natuurlijk, hè? Ja. Ja. Oké. Ja, hij denkt dat we het eruit knippen, maar dat doen we natuurlijk niet. Deze aflevering van Botlek TV is vanaf 16 jaar. Jezus, het boek De Laagste Treden, ja. Daar staat eigenlijk alles in beschreven. Hè? Ja. De eerste 10 jaar, waar je het net even kort over hebt gehad. Ja. Ook Sinterklaas, al je radioavonturen, het toneel. Maar ook iets ja, waar we toch zeker ook even stil bij moeten staan. Ja. Want ik mis ze hier in deze omgeving. En ik denk dat jij haar nog veel en vele malen meer mist. Ja. En dat is jouw Rita. Ja. Rita is overleden, ja. Kleine 2 jaar geleden. Ja. En deze omgeving ademt en ruikt nog helemaal naar jouw vrouw. Je hebt het gelaten zoals het ja. was. Ja. Ja. Ja, ik kan me voorstellen, Kees, dat je ze ontzettend mist. Ik ben zo ontzettend, want ja, we hebben hier 16 jaar gewoond. En niet alleen hier, maar ook Blaakse Wetering in Portugal Noord. We hebben in Hoogvliet gewoond. We zijn begonnen 30 maart ben ik geboren, maar 5 maart is de trouwdatum, 5 maart 1970. En nou, we hebben nog net ons 50-jarig huwelijk kunnen vieren in Hospice de Reiziger. Maar als je dan alles bij elkaar optelt, ja, zij heeft ontzettend veel gedaan. Het financieel deskundige was zij. Ik was meer de man van de keuken en de horeca. Dus zij kwam niks te kort ten aanzien van het eten of wat dan ook. Maar zij deed alles financieel. En zo ontzettend goed heb ze het achtergelaten. En mijn zoon heb het weer van haar overgenomen. Dus ik ben diep... Ja, verdrietig. Verdrietig. Dat kan ik rustig zeggen. En als ik erover ga praten, dan moet je af en toe best wel een traantje laten. En dat is heel normaal. Gelukkig dat het zo is. Want je hebt misschien mensen die denken van nou, gelukkig is hij of zij er niet meer. Nou, ik mis nog steeds. En wat Joop ook zei, het is bijna 2 jaar geleden. En het lijkt me of het erger wordt. Het is heel raar. En ik heb zat mensen om me heen die mij steunen. Maar gemist dan blijft. Ja. Bij een boek hoort een voorwoord of een voorschrift en ik zie je staan voor Rita. Met de tekst, voordat je begint, op deze school moet je beseffen dat je, wanneer je erg je best doet, misschien net de laagste treden van de onderwijsladder kunt aanraken. En dat heeft gezegd, of geschreven, de heer Delen, directeur van de Vaan, de school LBO aan de Vaanweg te Rotterdam, bij jouw aanstelling. Ja, dat vraagt enige uitleg. Ja, de laagste treden, dat is ontstaan, wat Joop ook zei, de heer Delen, directeur van De Vaan, toen nog, hetend. En ik zat omhoog, ik had een huis gekocht in Hoogvliet en ik kwam toevallig op een avond een oud medeleerling tegen van De Vaan, Arie Koster. En die gaf nu les daar. En hij hoorde van mij dat ik op het ogenblik geen werk had in verband met gewrichtsscheumen aan mijn handen. En dat was, dat was toch wel wat als je net het huis gekocht hebt. En op een gegeven moment heb hij tegen mij gezegd van joh, ik ga eens kijken op de Vaan. Daar ben je, hebben we samen opgezeten. Misschien is er een baantje voor je op de Vaan. En de volgende ochtend werd ik al gelijk gebeld door de receptie van de Vaan. Van je wordt morgenochtend verwacht door de heer Delen. Misschien ken je hem nog wel, de oud-directeur. En dan ga je maar eens een praatje mee maken. Nou, ik werd ontvangen door de heer Delen. En ik zat op de gang en de deur ging open. Hey, je hebt die rat van Spronk. Ik zei, pardon? Ja, je hebt vroeger heel wat meegemaakt met ons op de Vaan. Maar goed, daar gaat het niet over. Kom binnen. En we hebben je keihard nodig. Keihard nodig? Ja, je oude docent, de heer Kind. Die is ernstig ziek en het is de tweede week van september. En we hebben mensen nodig die hem misschien wel willen vervangen of kunnen vervangen. Dus ik zat met grote ogen, wat gaan we nou weer leven? Dat was ik helemaal niet gewend. En ik heb daar, lang verhaal kort te maken, 3 weken mee mogen lopen met diverse collega's. En toen kwam ik bij de heer Delen van, Kees, we hebben 3 weken hebben je meegemaakt. Je gaat nou de vooropleiding van leraren volgen. En dan het hbo-gedeelte in Wageningen. En op een gegeven moment, dan praten we verder. Hij zegt, denk daar eens aan een ladder. Die zetten we op de grond en die gaat helemaal naar de hemel. En waar sta jij, welke treden sta jij? Ik zeg, nou, treedje 20 of zo, misschien. Hij zegt, weet je waar jij staat? Je mag blij zijn
als je op je tenen gaat staan en de laagste treden van de ladder aan kan raken. Dat heeft mij heel veel gedaan. En vandaar de laagste treden, de titel van het boek. Nou Kees, die man had heel veel vertrouwen in je. Ja. Ik kan me voorstellen dat je op de onderste treden begint. Maar als ik jou nou zo heb meegemaakt in de afgelopen 30 jaar... heb je toch al een aardig aantal treders weten te pakken. Je bent niet blijven hangen bij die laagste treden. Nee. Maar jij bent leraar geweest aan de Vaan. Ja. In een vak waar ik ook ontzettend goed in ben. Ja, de horeca. Oh. Alleen jij onderricht de horeca. Ja. Hè, althans, dat heb je gedaan. Het vak bijgebracht aan jongeren. Ja, ik sta er ook een beetje bekend om, dat ik aan de andere kant van de bar sta. Ja. En dat vind ik ook de leukste kant. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als leraar, horeca, vakschool, dat je uiteindelijk mensen wat meegeeft waar ze wat aan hebben. Kom je nog wel eens oud-leerlingen tegen in dat métier? Ja, toevallig 3 weken geleden zijn hier 2 meiden op visite geweest. Heb ik het over 1987. En toen was ik nog onbevoegd, maar ik had wel les. En er zijn 2 meiden die zijn me zo dankbaar geweest dat ze bij mij in de klas zaten. En die zijn me nooit vergeten. En toevallig via Facebook kom ik die dames weer toevallig tegen. En 2-3 weken geleden zijn ze hier geweest. Nou, ik had ze 30, 35 jaar niet gezien. Maar dan is het zo geweldig dat je... En nogmaals, dank je wel dat je ons... Nou, dat doet je zo ontzettend goed, als je dat zo hoort. En ja, via Facebook ook nog wel eens andere oud-leerlingen van recente data. Maar het is geweldig om die reacties weer te horen van toen. Ja, je zit zo'n beetje in de herfst van je leven, hè? Ja. We hebben de lente gehad, we hebben de zomer gehad en we zitten nu in de herfst van ons leven. We moeten ervoor zorgen dat niet alle blaadjes naar beneden vallen van de bomen, hè, want er moet ook nog een winter komen. En je hebt ontzettend veel heb je beleefd en gedaan, daar hebben we het al even over gehad. En mensen die nog meer geïnteresseerd zijn in de persoon Kees Spronk, die moeten gewoon dat boekje kopen. Hebben we het zo meteen nog wel even waar dat kan. Maar je bent nu 74. Ja. Je werkbare leven is voorbij, tussen aanhalingstekens, want je doet nog iets als examinator. Ja, ja. Maar als je naar jongeren die kijken, de 50ers dan, hè, die meekijken, wat zou je ze mee willen geven? Van, joh, let daarop, zo kan je een paar tredens extra meepakken. Met mijn 65, dus dat is weer 9 jaar, bijna weer 10 jaar geleden ben ik gepensioneerd. Van het onderwijs. Maar ja, stilzitten moet je nooit blijven doen. Als je gezond bent, dan moet je proberen toch misschien... Je hebt hier wel zijn Albrandswaard, maar je hebt zoveel vrijwilligers nodig die voor anderen ook wat kunnen betekenen. En mijn zeggen is dan, doe wat voor een ander. En ga niet stilzitten, ga niet achter de geranium zitten, de oude uitdrukking. Maar ga lekker door, ga fietsen, ga wandelen. Je komt andere mensen van je leeftijd tegen. En ik heb een fantastische zoon en een heerlijke schoondochter en 2 kleinkinderen. Daar ben ik ook af en toe. En dan ga je mee op vakantie. Je gaat als een keertje lekker eten met z'n allen. Dat blijven doen. En dat is heel belangrijk voor iedereen. Naarmate je ook gepensioneerd bent, ga lekker door. Ja, vandaag waren we te gast bij niet zomaar een gewone Portugaler. Maar iemand uit Portugal die heel veel te vertellen heeft. Zoveel dat hij er een boek van heeft gemaakt. Want anders past dat niet in 1 aflevering van Botlek TV. Kees Spronk, een bijzonder mens. En al zijn verhalen staan in dit mooie boek. U kunt het bestellen via bol.com. En het kost maar 19,95. Ik zou zeggen, aanschaffen. En ja, wil je nog meer weten, dan bel je Kees daarna. Zijn telefoonnummer is 06 en voor de rest gaan we echt niks verklappen. Dames en heren, dit was Botlek TV. Tot de volgende keer.